You hate a sexy lady. I'm loving what you do. I'm a little intoxicated. I'm thinking so are you. You're trying to deny it, but I know I changed your mind. Catwalk training is net geweest. Ja, de cliché vraag, hoe ging het? Ja, volgens mij wel goed. Tenminste, voor mijn gevoel ging het wel aardig goed. En het was ook handig met dat ze even een filmpje maakten. Dan kan je precies zien, even kijken wat je wel goed doet en wat je niet goed doet en waar je aan moet werken. Dus dat was wel heel grappig om te zien, ja. Ja, en was het niet ook een beetje gek om jezelf terug te zien? Ja, wel een beetje. Maar het is wel mooi ervan, want dan weet je wel wat je moet leren. Hoe ging het? Goed. Dat is een kort antwoord, hè? Nee, het gaat, nou ja, zoals elk jaar gaat het steeds beter. Ik denk dat de meiden ook wel weer terugkijken naar hoe vorige jaren de meiden het hebben gedaan. Dus het lijkt wel alsof ze voorgeoefend hebben. Maar ja, je bent toch wel een avond vullend bezig. En aan het eind, in het begin denk je altijd de kop nooit goed. En aan het eind, dan kan iedereen het. Ja, want je gaf al aan van de voorgaande jaren was het weer anders, want je geeft het eigenlijk ieder jaar. Heb je inderdaad veel verschillen gezien met de jaren daarvoor? Ja, er zijn veel meiden die in het begin onvoorbereid kwamen. Of meiden te veel voorbereid, dus die hebben iets te veel naar Holland's Next Topmodel gekeken. En wat me heel erg opvalt is de laatste jaren, eigenlijk vorig jaar en het jaar daarvoor ook al, dat de meiden heel snel dingen oppakken en heel goed luisteren. Dat vind ik erg prettig. Ja, precies. En ja, waar moeten ze eigenlijk echt puur op letten? Want ik zag wel een aantal termen voorbij komen, maar ja, het blijft toch. Ja, ik heb er helemaal geen kaart van gegeven. Maar wat is het belangrijkste waar ze aan moeten blijven denken eigenlijk? Het lijkt alsof ze heel ontspannen over de catwalk moeten lopen. Maar eigenlijk span je je hele lichaam aan. En eigenlijk moet je aan heel veel dingen denken. Terwijl je denkt, ja, goed, lopen dat kan je al een tijdje als het goed is. Maar samenlopen, dus rekening houden met elkaar, op de maat van de muziek lopen en strak bewegen, dat is heel belangrijk, anders is het heel snel een chaos op podium. Nou heb ik van bepaalde bronnen gehoord dat jij ook een beetje over de choreografie gaat van de finale. Kun je daar al iets over vertellen? Daar mag jij nog helemaal niks van weten. Nee, daar was ik al bang voor inderdaad. Nou, vorig jaar zag het er geweldig uit, maar je kan helemaal niks, want vorig jaar was het met maskers geloof ik. Ja, ik ben nog bezig met een openingnummer, maar dat wordt ook weer spectaculair. De muziek moeten we inderdaad nog even uitzoeken, maar het wordt wel weer heel bijzonder. En volgende week staan ze te fitnessen. Als het goed is, de oefening. Wordt die ook door jou verzorgd? Nee, dat mag ik heerlijk overslaan. Maar ben je er wel bij? Nee, ook niet. Gewoon weer bij de volgende catwalk training. Ja, en degene daarna. En de show. En de. Dus de meiden zijn nog lang niet van me af. Oké, nou, dat is maar goed ook. Dankjewel. Dankjewel.